Dag beste luisteraars. Na een behoorlijk lange pauze zijn we terug. We zijn nooit officieel gestopt, dus we gaan gewoon een draad oppikken waar we waren gebleven. Just when we thought we were out, they pull us back in. En die day zijn in dit geval onder meer Denis Villeneuve en Timothy Chalamet, die ons terug meenemen naar de woestijnplaneet Arrakis for Dune Part 2. Die speelt sinds 28 februari in de zalen en wij van Movies waren er als de kippen bij om die te gaan kijken. Welkom bij aflevering 62 van de Movies Podcast. Yes, the boys are back in town. Want ja, we zagen dat het echt Antwerps Theater een comeback maakt met onze Piet is een kwiet. Dus wij dachten, dat kunnen wij kwieten ook. Dus zoals David zei, Dune is uitgekomen recent. Het plan was dat dat veel vroeger ging zijn, ergens november vorig jaar, denk ik. Maar wegens de stakingen, om de staking niet te breken en ook over het promoverhaal rond de film te kunnen voeren, is de film uitgesteld geweest naar nu. Wat vinden jullie eigenlijk van de uitstel? Is dat een slimme zet geweest omdat ze zo wat concurrentie vermijden? Of denken jullie dat dat een impact zal hebben op het awardsseizoen of op het publiek dat komt kijken? Ik denk dat het een goede zet is om het nu uit te brengen, maar er is eigenlijk geen concurrentie. Plus, ik denk de vorige Dune was hij ook niet vlak na de Oscars pas gelanceerd. Ik denk dat september 21 of zoiets was, of oktober 21. Maar dan zat hij wel midden in COVID, hè, dus dat was ook geen goede periode. Ja, met awardsseizoen, inderdaad, is dat een beetje een ongelukkige periode. Langs de andere kant, kwaliteit komt altijd bovendrijven, zeker. Dus als ze willen meedingen naar de prijzen, zal dat ook wel lukken, denk ik. Ja, een film van deze kwaliteit inderdaad zal geen probleem hebben. En ja, zoals Steve ook al zei, de competitie. Ik denk dat deze maand Ghostbusters nog uitkomt. Hopelijk een leuke film, maar natuurlijk niet van het formaat van dit. Dan hebben we nog later dit jaar Furiosa, Kingdom of Planet of the Apes, Deadpool. Dat is allemaal meer richting de zomer. Dus Dune heeft nu eigenlijk gewoon maanden aan een stuk het alleen recht op het cinemabezoek. Dus in dat vlak denk ik wel dat ze echt serieuze centen gaan scheppen. Ja. En vooral, hij is nu net uit en hij heeft al bekend de helft opgebracht van wat de vorige dan over zijn hele periode heeft opgebracht. Dus het ziet er wel naar uit dat hem inderdaad de kassa goed gaat laten rinkelen. Hè. 165 miljoen heeft hij opgebracht op eerst 4 dagen. Terwijl de vorige die had in totaal, denk ik, 400 miljoen opgebracht over... dat was natuurlijk met de corona. Maar daarmee, ik denk dat het al niet veel gescholen had. Hij die vorige had zo precies net break-even gedraaid. Dus voor hetzelfde geld had deze film er niet geweest. Hè? Het is dat, dat kunnen niet vergelijken. Maar het is een goed begin alleszins, inderdaad. Ja. Ja, iedereen zag wel welke kwaliteiten dat er ook in die eerste film zat, natuurlijk. Hè. Want ik denk 4 dagen na de release hebben ze al gezegd van go met een part 2. Dus ik hoop dat ze nu ook heel snel gaan zeggen van go with part 3. Hè. Ja, inderdaad. Maar de regisseur had zelf wel aangegeven van dat hem zelf deel 3 zeker zag zitten, maar dat hem eerst sowieso met andere projecten wil bezig zijn. Dus dan zal het waarschijnlijk niet voor direct zijn. Moest het doorgaan, hè? Of hij doet het niet zelf. Of hij doet het niet zelf, maar hij wil het zelf nog doen, hè? Hij wil nog ene film doen. Doen, is dat pun intended? Pun intended, ja nu, achteraf. Nu, wij zijn hem allemaal gaan kijken bij Kinepolis in IMAX. Steve, jij bent er gaan kijken in IMAX Antwerpen. Ik en David in IMAX Brussel. Wat vond jij van het IMAX Antwerpen verhaal? Kwam de film daar ook tot zijn recht? Ja, wel. Ik vind gezien natuurlijk duidelijk wel een verschil wat het in IMAX is. Maar ik heb altijd wel al het gevoel gehad dat die IMAX van Brussel nog veel beter is dan die van Antwerpen, maar Antwerpen ja, de kleinst mogelijke IMAX-afmetingen heeft. Dus ik vind het wel spijtig dat ik hem niet in Brussel ben gaan zien. Ik kan het waarschijnlijk ook nog wel eens doen, maar het was sowieso wel een enorm verschil ten opzichte van de gewone Laser Ultra. Hè. Dat zeker wel. En wat vonden jullie er dan van de IMAX-versie in Brussel? Ja, goed, hè. Dat is voor dat soort film zeker een meerwaarde, denk ik.
Jazeker, ja, IMAX Brussel. Ik heb het eens even opgezocht. Een 4K dual laser projection, dus het is geen 70mm IMAX. Hè. Zo zijn er maar een aantal theaters worldwide die echt nog op film IMAX films kunnen voorzien. Maar op zich, het is wel een luxe om zo'n IMAX bij ons te hebben. Hè. IMAX Brussel, aspect ratio van 1.43, dat is heel groot. Dat is ook heel scherp met aan die laser projection. Dus echt heel leuk om dat dichtbij te hebben. Want anders zouden we allemaal Londen moeten gaan om daar een echte IMAX 70mm of film nog te kunnen zien. En wat vonden we van de film zelf? Daar kunnen we heel veel over vertellen. Hè. De film, ik vond die heel goed. Hè. Eigenlijk als je Dune 1 en nu dan Dune Part 2, dat is voor mij is eigenlijk één film. Als je daar de credits van deel 1 en de intro-logo's van deel 2 uithaalt, is dat eigenlijk gewoon één geheel. Maar dat zijn gewoon, ja, dat is 5 uur en een klets film. Dat gaat gewoon niet. Dus ik vind, hij borduurt gewoon voort op part 1 qua look and feel, qua verhaal, qua acteerprestaties. Ik vind het fantastisch. Als je hem nu moet vergelijken met een 1, Maarten, welke vind jij dan de beste? Hey, dat je hem toch apart moet bekijken, welke vind jij de beste van de twee? Gewoon moeilijk te zeggen. Nee, ik vind ze echt gelijkwaardig. Ik heb een aantal opmerkingen over part 2, daar zullen we nog wel toe komen. Maar ja, nee, ik vind ze echt evenwichtig. Ik heb ze ook evenveel punten gegeven, dat zullen we ook nog wel toe komen straks. Ik vind het echt, het is perfect in evenwicht. Ik weet niet, David, wat vind jij ervan, van part 2 tegenover part 1? Ik heb deel 1 niet meer gezien sinds dat wij hem in de cinema zijn gaan zien. Dus dat is ondertussen 3 jaar geleden, denk ik. Dus dat zit niet meer zo ver in het geheugen. Maar ik meen mij wel te herinneren dat ik met een beter gevoel buiten kwam na deel 1 dan bij deel 2. In tegenstelling tot wat de meeste mensen vinden, denk ik. Als ik de online reacties zie, dan wordt deel 2 momenteel toch iets hoger gewaardeerd dan deel 1. Maar ik ben het daar eigenlijk niet echt mee eens. Wel, ik denk daar net hetzelfde over, David. Ik vond echt een hele goede film. Maar bij de 1 werd ik zo echt van mijn sokken geblazen. En dat had ik hier absoluut niet. Ay, jawel. Absoluut niet, dat is nu weer. Dat klopt nu ook niet, maar toch, de 1 vond ik veel, veel, veel beter dan een 2. Ja, het is geen 10 op 10, hè. Dat is zo. Hè. IMDb was heel even, was het 9,5 op 10 of zoiets, beter dan de Shawshank? Dat is het nu ook weer. Ja, ik heb een beetje het gevoel dat de hype groter is dan het uiteindelijke resultaat. Die hype was er uiteraard niet bij deel 1. Dus daar hadden we lagere verwachtingen naartoe. En bij dit deel hadden dat dan wel. En die zijn dan ja, toch niet helemaal ingelost. Dat kan daar ook mee te maken hebben. Maar als ik ze inderdaad echt als afzonderlijke films moet bekijken, zeg ik dat deel 1 voor mij toch wel iets wat beter was. Het was inderdaad zeker geen slechte film, hè? Absoluut niet. Oké. Okay. Ja, de eerste film heeft ons eigenlijk achtergelaten midden in de woestijn. House Atreides is volledig vernietigd, weggevaagd door House Harkonnen en dan de Emperor. En enkel dan Paul Atreides en zijn moeder blijven nog over. En worden dan eigenlijk opgenomen in ja, de maatschappij van de Fremen, zal ik het maar noemen. Wat vinden jullie van heel het verhaal, de religieuze ondertoon, die in dit onderdeel toch wel de bovenhand neemt? Ja, eerste puntje van kritiek. Die religieuze ondertoon was hier te hard aanwezig, vind ik. Vooral, en dat is natuurlijk ook het opzet van de moeder, van Lady Jessica, om die prophecy te doen uitkomen. Maar ja, dat is... Allez, ik vond dat een heel interessant personage in deel 1. Hoe dat die uitgroeit van kwetsbare vrouw toch wel tot heel sterke moeder, die alles doet om haar zoon te beschermen. En nu is dat zo echt ja, een religieuze fanaat geworden. En dat is uiteraard deel van het verhaal. Maar na een tijd begon me dat wel iets of wat te vervelen, eigenlijk. En ik was wel fan van het personage van Lady Jessica na deel 1, maar na deel 2 niet meer. Ja, want inderdaad, in deel 1 wou ze absoluut haar zoon die een test niet laten ondergaan. Omdat dan er een 50-50 kans was dat hij zou sterven met die naald aan zijn nek. En met zijn hand in die vuurdoos. En nu in een tweede film moet hem eigenlijk ongeveer hetzelfde doen. Iets waar dat hem misschien zijn geest zal laten. En dan is hij inderdaad plots geen probleem meer en pusht je dat heel hard. Dus dat is toch... Er is inderdaad een bocht van 180 graden. Hè?
Ja, klopt. En het is ook een aantal van die sterke figuren, zoals Javier Bardem, die toch in de eerste film opviel als ook vreemd mannetje van de Fremen, een soort van woordvoerder. Die gaat ook heel hard in dat religieus fanatiekeling gebeuren. Ook af en toe de komische noot, dat is wel eens grappig, as it is written, een heel, heel blind geloof. Maar dat is ook een gigantische 180 dat die mens uiteindelijk doet, dat character. En wat vonden jullie op zich van Paul, van Timothée Chalamet? Bedoel ik zowel zijn character arc als zijn prestatie als acteur? Speelt dat wel goed, vind ik. Ja, ik vind inderdaad dat hij dat heel goed doet en komt geloofwaardig over. In de boeken is hij wel maar 15 jaar. Dus je ziet wel dat hem iets volwassener is dan in de boeken. Maar hij doet dat goed en zeker beter dan de versie van David Lynch, hè, van de jaren 80. Kaal me klakkelen. Ja, dat is. Deze is, hij acteert veel beter. Ja, en zijn character arc, dat is tragisch, maar dat is inderdaad een beetje zoals het voorbestemd is. Hè. Hij weet het zelf ook. Hè. Maar inderdaad, wat kan hem anders doen? Wel. Maar hij is dan uiteindelijk de chosen one. Maar het is een beetje vergelijkbaar met Star Wars. Hij moet de villain worden om dan de planeet te bevrijden, bijvoorbeeld. Hè. Want ik vind wel dat hij een beetje de villain van heel het verhaal wordt. Hij weet wat er gaat gebeuren op een galactische schaal, want hij heeft het gezien, hè, hoeveel doden. En op het einde van de rit zegt hij toch ook van ja, I'm the Duke of Arrakis enzovoort. Dus claimt hem toch wel Arrakis als zijn grondgebied, claimt hem dan ook nog eens de troon van de Emperor. Dus hij gaat toch wel eventjes heel, heel, heel zot in een machtsgeilheid, moet ik Ja, zeggen. voilà, maar er is wel een hele goede geloofwaardige aanleiding voor. Hey, waarom dat hem inderdaad ook ineens een bocht van 180 graden maakt? Ja, hij verandert eigenlijk als persoon, hè? Dus dat zit wel goed in elkaar, vind ik persoonlijk. Ja, of misschien ook niet echt. En speelt hem daar? Het spelen, het evil zijn. Zo, ik weet het niet. Is dat niet een rol dat hem aanneemt? Omdat die gaat toch wel op het einde heel zakelijk te werk. Met Shani, zijn vriendin eigenlijk. Hoe dat hem die uiteindelijk behandelt. Wat hem daartegen zegt, zonder al te veel te willen weggeven, toont wel aan dat hem daar nog wilt zijn. Ja en Maar hij nee. doet iets Hè. helemaal Ja, voilà, anders. hij doet helemaal iets anders. Hè. Het breekt ook gewoon finale. Alleen wat daar gebeurt is heartbreaking. Hè. Ja, maar zeg nu zelf, als jij zou voor de keuze komen te staan, dat hij komt te staan, zou het nog net hetzelfde doen. Een ander en een beter. Wel, dat brengt mij ineens bij. Dat brengt mij ineens bij het tweede puntje van kritiek. Zendaya, ik ben daar niet zo wild van. Die is er gewoon, maar dat had toch eender wie kunnen zijn. Die blinkt niet uit. Oh, ik weet het niet eigenlijk. Ik vind dat hij dat wel, die belichaamt dat wel, zo het Fremen-achtige. Zo een beetje half, ja, zo, dat wilde ook in haar haren en in haar blik. En, ja. Ik vind wel dat die past in die Ik rol. vind zo vooral dat hij precies gecast is, omdat hij op het moment heel populair is bij de jeugd. Ay, dat is mijn gevoel. Want inderdaad, ay, ik had dan precies toch voor een actrice gegaan die toch nog iets beter kon acteren. Goh, ik weet het niet, want uiteindelijk als die boos is, komt wel zo over. Hè? Die komt ook, die is volgens mij altijd kwaad. Hè? Ja, het zou maar erg zijn dat je boos kunnen acteren, mag wel het absolute minimum zijn. Maar ik heb ook het gevoel dat hij voor de naam gekozen is, inderdaad. Ja. En net als de hoofdrolspeler, die is ook enorm populair, maar die kan wel ontzettend goed acteren. Dus ay, daar heb ik niks slecht over te zeggen over die jongen. Maar ja, maar dat is inderdaad misschien niet persoonlijk. Ja. Maar wie was de absolute ster? De Elvis. Ja, inderdaad. Austin Butler, ja, absoluut, absoluut. Wie Elvis nog niet gezien heeft trouwens, echt zeker doen. Echt een prachtige film, overlooked uit alle awardshows. Maar ja, inderdaad, Austin Butler, als zijn naam kan ik echt niet uitspreken. Iets met Nabaron of zoiets, Feyerit, Albaron. Fate Rauta. Ah ja, voilà. Fate Rauta is zijn naam, na Baron is zijn titel. Ah, voilà, ja, de verwarring is compleet. Dus ja, dat is een psychopaat, hè. Dat is echt, dat is niet normaal, hè. Ja, dat is. Ay, sowieso.
die Harkonnen in het algemeen zijn precies redelijk psychopathisch. Maar inderdaad, er scheelt toch nog extra veel met dat mannetje. En ik moet wel zeggen, even de originele film van 1984 werd zijn rol vertolkt door Sting. En ik vond dat een van de absolute hoogtepunten van die versie. De versie van nu is eigenlijk helemaal anders, maar hij doet het wel ontzettend goed. Dus inderdaad, dat was de absolute ster van deze film. Hey, wat vonden van de introductie van zijn character op de GD Prime, de homeworld van de Harkonnen? Wat vonden van die composities die daar in beeld werden gebracht? Dat Colosseum, ik zal het maar zo noemen. En wat vonden van die visuals die erbij kwamen? Ja, geweldig. Het was zowat zwart-wit, omdat die planeet blijkbaar weinig lichtinval of zo krijgt. Dus het was allemaal zwart-wit, maar dat was echt... De adrenaline in mijn lichaam ging helemaal naar de 100%. Dat was de beste scène van de film, denk ik, voor mij. Oké. Okay. Ja, het was een heel zot gegeven. Een soort van infrared-technologie die ze gebruikten om te filmen, om dat kleurenpalet eruit te krijgen. En dat benadrukt ook wel zowat hun evilness. Zowat het albino gebeuren met ogen die er echt heel hard uitkomen. Ja, dat zag er inderdaad wel knap uit. Maar... die film duurt 2 uur 40 minuten of zoiets, ruim 2 uur en een half. En het is een kleurloze film, letterlijk. Het speelt zich af in de woestijn, en wel, woestijn is nu eenmaal zand, en het ziet er de hele tijd hetzelfde uit. En dan die zwart-wit scène, dat breekt het wel wat, maar het is ook weer zo kleurloos. En dat heb ik toch wel gemist. Het is visueel te eentonig voor te blijven boeien. En... woestijn kan er wel verschillend uitzien. Ze hebben opgenomen in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar vergelijk dat met de woestijn in, ik zal maar zeggen, Namibië, dat ziet er helemaal anders uit. En op een gegeven moment trekken ze ook naar het zuiden. En in principe zou dat er helemaal anders uitzien kunnen hebben, maar het is toch altijd datzelfde eentonige landschap. En bij deel 1 stoorde mij dat niet, ook omdat dat begint op de thuisplaneet van de House of Trades. En hier had ik nog een tijd, ik had het wel gezien. Hoewel dat er heel knappe shots in zitten. Hè, en ik apprecieer het dat ze het op locatie hebben gefilmd. Maar als je dan vergelijkt met, ik weet niet, The Fall van Tarsem Singh. Steve, jij hebt je zeker gezien? Ja, ik heb hem. Maarten, ik weet het niet. Nee, ik niet. Nee. Die heeft alles op locatie gefilmd. Die is heel de wereld rondgetrokken. En die film ziet er echt oogstrelend mooi uit. En dat is wel iets... dat hier, naar mijn mening, nog beter had gekunnen wel. Ik ben misschien te streng, maar... voilà. Dat is heel streng, hè, David. Ik vind wel dat Denis Villeneuve elk shot netjes heeft behandeld. Het is inderdaad, zoals gezegd, veel woestijn. Maar ik vind echt... het is echt een pareltje, vind ik wel. Woestijn is dan wel oranje-achtig, bruin-achtig. Maar ik vind het echt knap gedaan, ook met die zonspelen en de schaduwen. En dan die crawlers die erin komen, het mechanische. Ja, ik vind het echt prachtig gedaan. En ik vind ook wel dat ik het allemaal klopt wel qua verhaal. Hey, bijvoorbeeld die Fremen, hoe dat die in een guerrilla-oorlog doen, dat zit toch goed in één, hè? Dat die zo... verstopt zitten onder het zand en zo. Nou, dat zijn coole shots ook gewoon, hè? Dat die dan zo van die ontploffen precies en dan springen die recht. En dan pak je die iedereen. Dat is cool, hè? Ja, dat is wel waar. Dat is wel cool. En er zitten ook echt heel coole shots in. Vooral het shot waarbij onze Paul Atreides voor het eerst een worm gaat bereiden. dan staat hem op zo'n een kam van een duin. Ja, de context is belangrijk. op zo'n een kam van een duin, langs de ene kant schaduw, langs de andere kant de zon. En dat is wel episch goed gedaan. Dat is echt wel, dat is wel knap. Ja, je voelt ook de stress wel in die scène. Uiteindelijk, dat worm bereiden lukt dan, maar de manier waarop. Je weet zelf niet zo goed, wat is hier nu aan de hand? Waar hangt hij? Waar ligt hij? En ja, dat vind ik echt goed gedaan, die chaos dat erin zit. Ja, en het gekke is dat blijkbaar al die Fremen dat kunnen, hè? Die wormen bereiden. Want pas dan zijn ze een echte, hè? Dus... allee, ik heb wel zoiets van... hoe komt dat ze dat niet vroeger hebben geprobeerd om eigenlijk de vijand te verslagen? Want met al die wormen is dat toch een beetje peanuts. Maar ik weet ook niet, ze gebruiken die eigenlijk als transportmiddel, om het zo te zeggen, maar om die echt op commando te laten aanvallen, ik weet niet of dat zo...
Zo simpel is Ja, op het einde deden ze dat, maar dan ja. hadden ze natuurlijk de Lisan Al-Gaib die hun wel een beetje steunde. Hè. Ja, en ze hadden ook nukes natuurlijk, dus dat helpt wel. Ja, dat is waar. Vind ik wel een beetje een plot hole dat die nukes ineens uit het niks kwamen. Dat is echt zo, hoe noemen ze dat, een MacGuffin die er zo ineens is. Dat is ineens iets uit een kluis, vol met nukes, op een planeet waar ze zomaar een paar weken zijn geweest. Ja, pas op, een paar weken, maar daar gaan jaren over, hè. Ah, wel, bedoel, de House Atreides is dan maar een paar weken geweest, hè? Totdat ze volledig zijn uitgemoord. Duncan Idaho is er 6 weken op verkenning geweest. En dan kort daarna is heel het House Atreides gekomen. Maar lijkt me kort om zo een kluis te bouwen. Maar kijk. Ah ja, zo, ja, zo, ja. Maar ze leggen wel goed uit, vind ik, van waarom dat eigenlijk die nukes praktisch niet bruikbaar zijn. Omdat je er dan ook de spice mee vernietigt. Dus ja, ze zitten er nu eentje in, maar hey, eigenlijk veel meer kun je er niet in zetten. Dus dat is wel, hey, dat verklaart wel waarom met die Fremen niet zo gemakkelijk uitgeroeid kunnen worden, want je moet een beetje voorzichtig zijn met de spice. Dat is wel goed gezien. Ja, plus die zitten ook verspreid over heel die planeet. House Harkonnen dacht van, ja, er zijn er hier maar 50.000, maar er zijn er eigenlijk stiekem miljoenen achter een soort van stormmuur waar dat ze niet voorbij durfden gaan. Nu, om terug te keren naar Austin Butler, wat vonden jullie van zijn accent? Ik vond dat heel hard leek op Skarsgård, op de Baron zelf. En zo dat stemtimbre. Dat was bijna identiek met momenten. Ja, het is familie, hè? Ja, dat was echt bijna identiek. En Austin Butler, iemand die zich heel hard inleeft in zijn rollen natuurlijk. Ik heb een quote gevonden van de regisseur, van Denis Villeneuve, en hij zei van, ja, kijk, tegen Austin Butler, wanneer de camera af was, dan waren er ongeveer nog 25% uw character. Dat was net genoeg om ons niet allemaal uit te moorden op de set, want soms zijn we wel een beetje bang van u. Dus dat is iemand die gaat er volledig voor. Hè? Dat is echt hoe dat die rol heeft gebracht, ik vind het fantastisch. Ja, zeker wel. Nu heb ik ook ergens gezien, ik weet niet wie dat was, ze kan ook gewoon een of andere random internetmens geweest zijn, maar dat de prestatie van Austin Butler vergeleken wordt met de Joker van Heath Ledger, dat vind ik dan ook weer wat verder gaan. Al is het maar omwille van het feit dat hij daarvoor te weinig screentime heeft. Ook wel spijtig, want inderdaad, vanaf dat hij erin komt en alle scènes waar hij in zit, die zijn echt wel super. Ja, het is inderdaad een beruchte ver om te zeggen de Joker in dat puur screentime is gewoon al niet hetzelfde, hè. Uiteindelijk is dat maar ook een nevenfiguur als de Butler zijn character. Ja, inderdaad. In de eerste film kwam er gewoon niet in. Maar en als je nu zijn personage vergelijkt met die andere neef, ik weet zijn naam even vergeten, Dave Bautista. Dave Bautista, Raban. Wat vond je van hem? Storend. Ja, Dave Bautista is al niet de beste acteur. Nu, en meestal stoort hij mij wel niet, maar in deze film, en vooral in dit deel, want in deel 1 kan ik me dat zo niet herinneren, maar die roept alleen maar wat. En vooral wordt zo afgespiegeld als Beast Raban, de grote smeerlap van de Harkonnens. Maar eigenlijk stelt hij niet zo heel veel voor. Later. Nee, hij moet inderdaad 2 keer met de staart tussen de benen de aftocht blazen, hè. Eén keer dat hem de Fremen gaat opjagen, dan wordt heel zijn team ineens uitgemoord. En dan een tweede keer, helemaal op het einde, nogal glorieloos. Maar ik vind Dave Bautista kan niet acteren, maar ik vind in deze soort films past hij wel. Zoals gewoon, ja, moet ik dat zeggen, brainless dictator. En gewoon zo de meatbag, zo wat mensen met een kop op de console remmen. Zo dat type, hè. Dat kan die. Andere dingen kan die niet echt. Hè. Nee, ik vind de enigste film waar hij zo precies toch geloofwaardig overkomt als acteur is in die Blade sequel, in die intro scène, maar hier, het is wel, het personage is effectief wel een beetje een mislukkeling. Hè? Dat was ook in de versie van 84 en in de miniserie die in 2000 is uitgekomen. Het is wel geen super beest, gelijk inderdaad dat je zou verwachten. Maar ja, ik stoorde mij ook wel heel hard. Dat was voor mij het grootste minpunt eigenlijk aan de film. Dat was zijn acteerprestatie. En dan onze vriendin. En dat is het zo wat, denk ik, van minpuntjes, van grote minpuntjes.
En wat vond jij van het einde? Want er wordt uiteindelijk ja, bijna 4 uur of 4 uur en een half toegewerkt naar de climax, die denk ik wel een beetje Ja, tekort vond schieten. dat is waar. De winter is coming en dan op 5 minuten is het inderdaad een beetje opgekuist, hè? Dat klopt, dat is waar. Dat hadden we langer gemogen. Ja, je merkt inderdaad dat de regisseur vooral bezig was met het sfeer scheppen, het verhaal uitwerken. Maar dan op het einde vergeet hem dat hem een soort van Lord of the Rings-achtige Helm's Deep scène moet regisseren. Die gewoon episch is en die best wel lang moet duren. Hè? Die gewoon een moeilijke strijd laat zien. Nu is het precies gewoon van oké, we gooien alles wat we hebben. En dat is een walk in the park. Die noemen ze de Sadokars, die elite-truppen worden gewoon overrun. Die kunnen niks doen. Terwijl die in de eerste film, die waren oppermachtig. Dus dat kon inderdaad iets langer duren en iets handiger in beeld worden gebracht. Maar nu was het wel een waas van zand door die Nuke en door die wormen. Dus het was veel, moet ik het zeggen, offscreen dat er gebeurde. Ze waren ook ineens bij de Emperor. Dat was heel snel gedaan. Dus ja, kon inderdaad langer. Dat is ook mijn enige minpunt dat ik in het begin van de podcast heb aangehaald, dat de climax niet zo goed is. Ons Dave Bautista, het einde dat ik er juist ook al aanhaalde van zijn personage, dat is ook niet wat het moet zijn. En dat hoort allemaal bij die Ja, climax scène. inderdaad. En ik vond het wel knap om te zien, na die nuke, al die, hoe heet die soldaten nu weer? Die Sadokar? Savdukar of zoiets, Sadako, hè? ja. Ja, wel. Dus je denkt dat die allemaal vernietigd zijn, maar die staan dan wel terug op. Dus dat was dan wel knap, maar dan inderdaad, dan zijn ze weer plots ineens terug weg. Dus ja, dat is inderdaad. Ja, die stonden er op het einde op te kijken, hè? Ah ja, dat is juist. Met een Baron, allee, Ja. ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja, oké, okay, maar iedereen wil van die een Baron vanaf, hè? Ja. Dat is op zich wel duidelijk, hè? Allee, pas op, ik vind die Skarsgård, ik ben zijn voornaam vergeten, Stellan, denk ik. Stellan. Die doet dat keigoed, hè? Die mens heeft 8 uur in de make-up stoel gezeten om die make-up aan te krijgen. Dan nog 2 uur s'avonds om er terug uit te geraken. Ik weet niet, allee, hoe lang zijn die dagen voor hem geweest, hè? Die heeft Imodium geslikt, zodat hij niet naar het wc moest en zo. Die Ja. mensen hebben wel veel gegeven voor deze rol. En dat is ook gewoon een terrifying character, hè? Het is echt. Maar hij had meer kunnen geven. Hij had gewoon natuurlijk 100 kilo kunnen bijkomen, hè, Maarten. Hij heeft er zelf voor gekozen om zo lang in de make-up stoel te zitten, hè. Christian Bale-stijl. Ah ja. Had gekund. Jij bent in Antwerpen gaan zien, hè? Had jij een pauze? Nee, dat vond ik enorm jammer, want hey, ik had zelfs zin in een snacksje. Ik was aan het aftellen naar de pauze. Ja, en zeg het maar, jij hebt een klein blaas, ja. Dus dat vond ik jammer. En hadden jullie een pauze? Nee, ook niet. Nee. Nee, ook niet. En ik vond dat ook jammer. Terwijl bij deel 1 hadden we wel een pauze. Want ik heb die podcast opnieuw beluisterd. En daar zeg ik in dat daar een pauze in zat. En dat mij uit de film heeft gehaald. Dus daar vond ik het spijtig. In deze vond ik het spijtig dat ik Ah, ze niet had. dus nu gaat het gewoon andersom zeggen eigenlijk. Gewoon om Nee, moeilijk te nee, doen. nee. Dat Dus is, nee, maar. eigenlijk zijn we echte critics geworden. Ja, blijkbaar. Maar het, ja, het, en u ook, hè. Ik weet het wel. Het stoorde u ook. Je wou een pauze. En als je echt in de film zit, wil je geen pauze. Ja, oh ja, een pauze had handig geweest. Ja, absoluut. Om meerdere redenen gewoon. Ja. En nog eens over het einde. Ik vond ook wel, in een originele film voel het toch wel afgerond, terwijl het hier toch min of meer toch een open einde is. Ja, natuurlijk omdat hij een derde film wilt maken, maar die derde film gaat wel over een ander boek gaan. Hadden jullie ook niet dat gevoel zo van, allee, het is precies nog niet afgerond? Ja, op zich, we hebben al genoeg verteld aan de mensen, dus ze zullen wel doorhebben dat het hier spoiler alert allround is. Ja, op zich, Arrakis is liberated, hè, dus die zijn vrij, die kunnen doen wat ze willen. Maar nu gaan ze natuurlijk alle houses tegen zich krijgen, hè, want uiteindelijk, Paul zal emperor worden, niemand wil dat precies. Dus ja, hij gaat trouwen met, wat is het, de dochter van de keizer. Het zal ook een prooi zijn die elk great house wel graag zou binnenhalen. Dus ja, iedereen is kwaad. En dus nu gaat het vervolg beginnen, zijnde de Holy Wars die in zijn visioenen zitten. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. Hoe ver in de toekomst gaan ze inspringen in deel 3? Gaat hij weer kiezen voor het verhaalmatige, het mooie?
zoals nu? Of gaat hij toch ook wel wat stevige battle scenes de winst steken? Zit daar geen sprong van 12 jaar in? Ja. Ik heb dat precies ergens gelezen. Dat in Dune Messiah is het dan, het volgende boek, dat daar 12 jaar tussen zit. Dus in principe zou hem die een oorlog volledig kunnen negeren. Je moet dat wel even voice-over gewijs, misschien al het begin van Fellowship of the Ring laten zien, maar eigenlijk kun je daar vrij gemakkelijk rondwerken. Even kaderen. Nee, en wat vonden jullie eigenlijk nog om de laatste casting af te ronden? Christopher Walken en Florence Pugh, de Emperor en de dochter van de Emperor. Wat vonden jullie daarvan? Christopher Walken in het bijzonder vond ik echt een oude man, futloos. Dus ik weet niet zo goed wat de meerwaarde was om die dan alsnog in beeld te brengen. In het boek is blijkbaar die mens, ziet hij er 35 jaar uit. Dat is mislukt. Met die veel spice consumeert, is hij eigenlijk onsterfelijk. En ziet hij er dus nog 35 uit. Dus het is weer vreemd dat hij inderdaad een oude man is. Ja, een oude man, maar ik vond dat hij zo heel afwezig was. Ja, een beetje seniel, hè. Hij zo er niet goed bij, zo Joe Biden-stijl. Zo. Ja. Ja, ja ik zag ook vooral gewoon Christopher Walken. Ik vind dat wel een goede acteur, maar hier inderdaad was hij eigenlijk miscast. Het is gewoon Christopher Walken dat een beetje zichzelf is. En het verbaast mij wel dat ze zo'n namen kunnen strikken voor zo'n rollen. Het is wel Denis Villeneuve, die heeft ook al wat adelbrieven achter zich. Dune 1 heeft heel veel opgewekt. Nee, heel veel positief. Ja, tuurlijk. Als je dan ziet wat voor een rol dat Lea Seydoux heeft, of Anya Taylor-Joy... Die komt er echt waar 2 seconden in en die heeft geen tekst. Of die zat gewoon in de woestijn er net van Furiosa op te nemen. Dat kan ook natuurlijk. Dat is ook zoiets. Die stond ineens op de rode loper en de mensen wisten niet van wat kon jij hier eigenlijk doen? Dan kon jij wat party crashen? En dan zei hij, ah, nee, ik heb een rol in Dune. Dus iedereen was zot ontworden van, oh my god, dat gaat keigoed zijn. En die komt er gewoon 1 scène in. Dus natuurlijk, hopelijk als part 3 wordt gemaakt, zal die wel groter worden, die haar rol. Maar... een beetje flauw om die er eigenlijk nu al in te steken. Ja, en blijkbaar, zij is een enorm grote Dune-fan. En dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom dat zij dat rolletje heeft gekregen. Maar het is sowieso een heel goede actrice. Dus inderdaad, hopelijk zit ze er in deel 3 in. Hè? Ja. En ook nog leuk, in alle andere versies, wanneer je de stem van het kindje in de baarmoeder hoort, is dat echt een kinderstem. En hier is het dus haar stem van die actrice. Dat vond ik wel goed gedaan. Dus ze komt eigenlijk wel veel in de film, maar enkel haar stem. Ja, dat wist ik niet. Maar dat wijkt ook wel af van het boek. Want het einde van het boek, daar speelt de zus van Paul Atreides wel een grotere rol dan dat we nu zien. Want nu is ze er eigenlijk niet bij. Ik kon nu niet zeggen wat, maar diegene het boek hebben gelezen, ja, die kon het wel weten. Ja. Ja, dat klopt. Plus, die komt ook in de David Lynch-versie. Dus, ja. Ja, voilà, daar is dat ook in, denk ik. Just. Ja, en nu neemt hij dat stukje over dan hem al zijn zuster doet. Ja. Steve, met de straks die podcast opnieuw te luisteren van de eerste, jij gaf deel 1 9,5. En dan vroeg de Maarten waarom dat halfje eraf. En toen zei jij, er zat te weinig worm in. Zeker. Is dat nu wel? Is die quota, die vorm met de quota hebben gehad? Ik vond dat er eigenlijk nu te veel wormen in zaten. Oh my god, jongens. Nee. Nee. Nu, echt waar? Nu is het wel... Ze kwamen er ook snel in. Dus dat was wel, wel oké, okay, inderdaad. Dus hij krijgt een half puntje extra omdat de wormenquota gehaald is, maar... Hij krijgt toch wel een lagere score dan de eerste film. Oké, okay, en uw score is meer dan? Minpunten. Ja, ik zie dat ik hem een 9 heb gegeven nu, maar ik zou hem precies toch eerder een 8,5 of zo geven. Ja, of een 8. Ja. Oké, okay, een lage score eigenlijk. David? Ja, ik zit op zo'n 7,5. Oh, amai. Oh, Denis Villeneuve gaat kwaad op je zijn. Ja, 7,5 is niet slecht, hè? 7,5, dat is... En misschien... Dat is steken, 7,5. Stijgt ooit. Maar ja, dat kan ook wel te maken hebben met het feit dat de film zo gehyped werd. Het is wat gezegd, hij had 10 op 10 op IMDb. En het was weer de beste film aller tijden. Dan verwacht je toch wel het een en ander. Maar hetgeen dat veel mensen stoorde aan deel 1, stoorde mij toen niet.
Vandaar dat ik die ook wel beter vind, denk ik. En ja, ik heb mijn redenen gehoord, hè, maar ik vind het zeker een goede film, maar ik was niet van mijn sokken geblazen, net als Steve. Nee, en inderdaad, het eerste film, de negatieve puntjes waren vooral dat hem veel te traag was. Deze was wel sneller, hè? Veel meer actie. Tempo was hoger. Hè? Dus dat was wel goed. En Maarten, wat is uw score? Goh, ik heb de eerste de dag ervoor nog gezien. Dus het is ook mede daarom dat dat voor mij als één geheel een beetje aanvult en kiezen. De eerste had ik 9 gegeven. En ik geef deze ook 9. 4,5 of 5 in Letterboxd. Ik vind het ja, even goed. Ik heb de minpunten hier ook aangehaald, maar toch 9 op 10. Ik vind het een fantastische achievement. Ja, het is wel zo. Ik denk dat er een betere versie misschien niet mogelijk is. Dus die franchise is wel in goede handen. Het is inderdaad hopen op een derde deel, want het is nog niet afgesloten. Zeg, en wat vonden jullie over de grote plot twist? De film wordt een beetje vergeleken met The Empire Strikes Back. Ook omwille van die een twist. Ik weet niet of we hier kunnen zeggen. Ja, we kunnen een twist hier wel zeggen. Allee, iedereen heeft al 40 minuten nu spoilers gehoord. Gaat het over de afkomst van Paul zijn moeder? Is dat geen wat je opdoelt? Ja. Dat vind ik een soort van, moet ik het zeggen, een zijpunt. Ik had dat zelfs niet meer in mijn gedachten totdat jij dat nu zei. Dat is iets dat helemaal ondergesneeuwd geraakt. Dat wordt zo heel terloops even aangehaald. Maar ik vind dat niet echt een belangrijk punt in het plot. Ja, wel, dat vond ik ook wel spijtig. Dat ze dat niet wat meer in de verf hebben gezet. Het is inderdaad, het wordt zo tussen de soep en de patatten. Eigenlijk nog niet duidelijk gezegd ook niet. Hè. Ik denk dat je het gewoon ziet, hè. In een flashback. Als je zonder pauze zit en je denkt van ik heb even een moment van naar de wc te gaan, heb je het inderdaad misschien gemist. Ja. En ik vind ook wel, in het boek speelt dat echt wel een rol. En hier inderdaad is dat zo even iets, oops, gooi dat er even tussen. Dat is inderdaad iets dat voor mij ook niet klopte. Ja. Evenals de introductie, dat moet ik nu niet uit, Gurney Halleck, dat personage van Josh Brolin. Die komt in deze film, die komt terug. Maar in het boek, als ik me dat goed herinner, want dat is ook wel weer even geleden dat ik dat gelezen heb, probeert hij die volgens mij nog te vermoorden. Of die wil die moeder alleszins vermoorden. Omdat hij denkt dat dat de verrader is. Oké, ja. Omdat... Ja, in deel 1 inderdaad. Ja, dat vond ik toch wel iets... Hij weet dat niet, hè, wat daar gebeurd is. Dus, en ik meen mij te herinneren dat hij dacht dat dat die moeder was. En dat hem die echt wel wilt pakken daarvoor. Maar hier is dat, ja. Ja. En... als je nu Denis Villeneuve al zijn films op een rij zet, moet je die dan opnemen in het rijtje van grote aller tijden? Nu, Denis Villeneuve, dat is Arrival. Dat vond ik al een kei goede film. Heel anders dan deze film natuurlijk. Dune is heel goed. Blade Runner 2049 of wat is het? Ben ik kwijt. Ja. Vond ik een heel goede installment. Sicario heb ik nooit gezien. Ik weet niet welke dat er zo nog in ons dingen liggen, in ons geheugen liggen. Ik heb hem hier liggen, Sicario. Prisoners heb ik ook nog nooit gezien. Echt super goed. Sicario is een topper, echt waar. Zijn beste, denk ik, ja. En is die KVO 2 ook nog van hem? Of is dat van iemand anders? Nee, dat is een andere regisseur. Die is ook nog wel goed, hè? Maar niet zo goed als de een. Dat is zo precies een enige niet-science-fiction film, hè? Prisoners, hè? Ah ja, Prisoners, maar ja. En Sandy. Ik denk dat zo'n doorbraakfilm misschien was. Al hetgeen dat daar voorkomt, heb ik niet gezien. Er is ook nog Polytechniek. En Maalstroom of zoiets. Maar Sandy is ook wel goed. En dat is echt, dat is drama. Hè. Dat is een waanzinnig drama. Daar zijn er niet goed fans. Hè. Als je die film gezien hebt, dan moet je even van bekomen. Okay. Dus dat kan in Sicario, is dat echt actietriller. Prisoners, ja, dat houdt zowel de lijn tussen drama en thriller, vind ik. En dan inderdaad, ja, sci-fi. Dus hij kan wel verschillende dingen aan. En inderdaad, een slechte film zit daar eigenlijk niet tussen. Zelfs Enemy, ik heb hem niet helemaal begrepen, maar dat vond ik ook een hele goede film. Ik denk dat wij die nog samen hebben gezien, hè? Via een Vertigo-event of zo, denk ik, Enemy. Maar ik heb daar niks aan begrepen. Dat weet ik niet.
Nee, ik vind dat een van de grote regisseurs die momenteel actief aan het werk zijn. Ik zet hem in het rijtje naast Christopher Nolan en compagnie. Ja, dat is wel een feit, denk ik. Hè, dat hij inderdaad toch kan op gelijke voet staan van Christopher Nolan. En die gaat sowieso nog goede films blijven maken. Ik denk dat hij toch nog redelijk jong is. Dus, In de 50, ik denk 53 of zo, of 59, zo. Iets in de 50 alleszins. Ja, oké. Nog ouder dan ik dacht. Maar ja, laat hij maar eens een Star Wars film maken of zo, zou ik zeggen. Maar ja, er zijn misschien al genoeg Star Wars films. Het is genoeg geweest. They've been back enough. Ja, nu, Denis Villeneuve heeft nog één ding gezegd dat ik nog wil aanhalen. Past niet in het rijtje waar we nu over bezig zijn, maar ik ga het toch gewoon poneren. Hij is 56 trouwens, 56. 56, amai. Okay. Hij heeft gezegd van ja, Dune, de deleted scenes, die gaan jullie nooit te zien krijgen. Hij zegt van deleted scenes, voor mij zijn die dood en ik wil geen Frankensteins tot leven brengen, dus ook op fysieke media, je zult daar nooit iets zien staan van deleted scenes. Wat vinden jullie daarvan? Bekijkt eigenlijk ooit iemand die deleted scenes als je de Blu-ray koopt? Dat zit al sinds mensenheugenis op de DVD's, maar bekijkt iemand dat? Wel, er zijn twee pistes. Hè. Een echte deleted scene, dat is niet echt nodig voor mij. Vaak in deleted scenes is je CGI ook maar half zijn gat gedaan. Maar je hebt soms ook extended versies, bijvoorbeeld die van Lord of the Rings. En dan vind ik dat wel leuk, omdat je dat niet echt uit je film wordt getrokken. Hè? Met een deleted scene, dat is iets losstaand, dat je even afspeelt. Maar bij zo'n extended versie, vind ik dat vooral dat je thuis in stukken kunt zien, vind ik kan dat wel een grote meerwaarde hebben. Dus ik vind het misschien toch wel jammer, vooral omdat hem zelf zegt van, dat zijn vaak keigoede scènes, maar soms moet je dan, wat zegt hem, kill your darlings. Dus het gaan goede scènes zijn. Dus allee, ik vind het wel sterk dat we die dan nooit gaan zien. Ja, ik heb dat ook wel hetzelfde. Zo van die losse deleted scenes, ik ga dat nooit zien. Tenzij er een alternatief einde tussen staat, dat wil ik al nog wel eens een kans geven. Maar een director's cut is inderdaad iets, allee, of een extended edition, dat is wel iets anders. Mm-hmm. Dan past het ook in het geheel. Ja, nee, dat vind ik ook. Dat is iets anders inderdaad. Hè. Bijvoorbeeld bij Apocalypse Now bijvoorbeeld, hoeveel cuts zijn er, niet van Coppola. En dat is wel interessant om te kijken, maar er andere accenten worden gelegd bijvoorbeeld. Maar een deleted scene in een menu van een DVD, ik mis het niet. Dus ik snap wel dat hij zegt van, doe ik niet aan mee. Die liggen nog steeds op de montagefloor, die zitten nergens in een archief. They're dead. Nog niet gehad over één ding uit deze film. Dus we gaan beginnen met een nieuw segment. Zijnde. De muziek in Dune, zowel in part 1 als in part 2, wordt die verzorgd door Hans Zimmer. Voor mij is dat de grootst nog werkende componist. Ik laat John Williams even opzij liggen. Die met de Fablemans heeft hij inderdaad nog muziek gemaakt, maar dat is toch op een laag pitje, laat ons zeggen. Dus ik vind hem een van de grootst die er nog is. Hij is 66 jaar, hij heeft al 250 items als componist op zijn palmarès staan. Dat gaat van een tv-serie zoals The Pacific tot documentaires zoals Planet Earth en dan natuurlijk de grote blockbusters als Gladiator, The Rock, Cool Runnings en The Lion King. En ja, Cool Runnings is voor mij een blockbuster. Het is dus om te zeggen dat een Hans geen zittend gat heeft. Ik wil eens horen bij mijn collega's hier, wat vinden jullie eigenlijk zo gewoon los uit het hoofd de beste score die Hans Zimmer ooit heeft gemaakt? The Last Samurai. Ik heb je soundtrack hier thuis staan. En dit is een beetje voor mij ondergewaardeerd. Een goede keuze. Ja, en voor mij Interstellar, denk ik. Vooral omdat dat het beste werkte ook in combinatie met de scènes. Hè. De emoties werden echt enorm uitvergroot vanwege de muziek bij Interstellar. En bij Dune, de eerste film, vond ik het echt enorm goed, de muziek. Nu waarschijnlijk ook, maar het is mij niet zo bijgebleven. Dus ja, en jij, Maarten?
Ja, voor mij is dat de film waar ik filmmuziek mee ontdekt heb. En dat is Gladiator. Dat is echt iets dat is mij altijd bijgebleven. En met Lisa Gerrard. Ik weet niet, David, zat jij mee geweest toen naar Sportpaleis of zo, naar Hans Zimmer? Dat is, ja, dat gaat door merg en been, die Gladiator-muziek. Dat is echt, dat is waanzin. Dat is, ja, dat einde. En, goh, ja. Nee, ik vind dat zijn beste werk. Nu, hij is niet begonnen als componist. Het is niet zo dat hij van school kwam en hij zei van, oh, ik ga composer worden. Hij is eigenlijk begonnen als freelance muzikant. Steve, jij als DJ gaat dat zeker kennen. Ah The ja. Buggles, Mooi. Video Killed the Radio Star. Dat was een opdracht die hij aannam. Hij was geen lid van The Buggles, maar hij was gewoon als studiomuzikant eenmalig onderdeel van The Buggles en van de videoclip. Dus daarvoor is hij eigenlijk dan bekend geworden. En hij heeft dan ook een heel onbekende film dan gedaan een paar jaar later. Moonlighting. Niet te verwarren met de Bruce Willis TV-serie. En zo is hij eigenlijk in het filmcomponist-genre gerold. Nu voor het tweede verloop, we gaan ons beperken tot Dune, zowel part 1 als part 2. Nog een weetje daarover. Zoals we hier ook al hebben aangehaald, Interstellar. Hij werkte heel veel samen met Christopher Nolan. Hij was een beetje de huiscomponist van Christopher Nolan. Maar dan kwam Denis Villeneuve met het Dune-project. En dan zei hij van, kijk, ik ben al levenslang fan van de boeken van Dune. Dus ik laat nu alles vallen. Tenet en Oppenheimer laat ik gewoon aan mij passeren, want ik ga mij nu volledig focussen op Dune. Die mens is ook niet gestopt met schrijven. Dune Part 1 kwam uit. En hij bleef maar muziek naar Denis Villeneuve sturen. Hij zei van, ja, nee, er zit nog keiveel meer in. En nu ook, na Part 2, de première, ik weet niet wanneer ze was, een paar weken geleden, misschien vorige week. Hij bleef maar muziek sturen, ook nog voor een Part 3. Dus die mens zit volledig in het Arrakis gebeuren. Ook een beetje een gekke man wel op dat vlak. Heel eigenzinnig man. Ik weet niet, als je hem al live hebt gezien, zul je wel zien dat hij een beetje zo'n rockstar-componist is. Ik heb die wel gezien, die is in sport. Ik weet niet wat dat met u was, maar ik heb die zeker wel gezien. En inderdaad, dat is een beetje een Reggie, hè? Allee. Met alle respect voor Reggie. Ja, klopt. Klopt. Als je dan naar James Horner toen in de Elisabethzaal ging kijken. Een beetje ja, timide figuur, een typische componist, vooral aan de piano zitten of dirigeren. Maar Hans Zimmer, dat is aan de gitaar, dat is achter zijn keyboard, zoals gezegd, Reggie. Dus een heel eigenzinnig man. Dat was trouwens James Newton Howard. Nu, James Horner is al een paar jaar geleden James Newton van Howard. ons heen gegaan, helaas. Yes, dat was een andere James. Nu, zijn eigenzinnige kijk zie je ook heel hard in Dune, vind ik. Dus het is een van de beste scores van de afgelopen jaren. Ik heb het dan wel over Dune Part 1, omdat ik vind dat Dune Part 1 heeft mij op dat vlak meer uit het water geblazen of uit de zand geblazen dan Part 2. Part 2 was het oké, maar viel het niet per se op. Terwijl Part 1 heeft mij echt die muziek constant in mijn hoofd laten zitten. En hij drijft ook zijn mensen echt tot het uiterste. Want hij zegt altijd van ja, sci-fi, toen ik jong was, klonk dat altijd alsof het de London Philharmonic Orchestra overal in de galaxy bekend was. Denk maar aan Space Odyssey met muziek van, wie is het, David? Ansel sprak daar uit Joost, Richard Wagner, is die zei trouwens dat. al zijn? Ik Als zou zelfs, trouwens ja. En Star Wars is ook heel klassiek met John Williams, het typische orkest. Dus hij is nu wel zoiets met Dune gehad van, kijk, we gaan dat helemaal anders doen. Ik ga mijn muzikanten tot het uiterste drijven. We gaan zelf instrumenten beginnen maken om ja, een soort van alien sound te gaan creëren. Hij bijvoorbeeld ik weet niet de officiële titel, dus ik ga hem een fluitmannetje noemen. Hij heeft daar een PVC-buis laten omvormen tot een soort van fluit, om een soort van windachtig alien fluitwind gebeuren te creëren. Heel, heel, ja... Out of this world. Dus hij gebruikt echt, ja, echt technieken die momenteel ja, echt experimenteel zijn, hè? Die niemand kan nadoen. Hè? Hij laat bijvoorbeeld ook een piano openstaan en daar een blaasinstrument in blazen, dat al die snaren beginnen trillen om een soort van creepy geluid te creëren. Dat is echt een mens die zo goed is in zijn vak. Ik vind dat echt, dat is echt een maestro. Hè? Ja, daar moet ik mij wel bij aansluiten. En inderdaad, Interstellar is ook wel heel sterk. Die muziek is daar inderdaad wel zeer aanwezig, maar op een goede manier. Dat was mij er juist, omdat ik zo snel moest denken, even ontgaan. Maar ook wel heel sterke Ja, soundtrack. Interstellar heb ik hier op vinyl liggen. Dat is echt Nu wil ik prachtig. nog wel even zeggen,
Ik vind dat jij wel John Williams een beetje geschoffeerd hebt daarnet met de nog grootste werkende componist. Volgens mij is hij genomineerd voor een Oscar voor Indiana Jones nu. Niet? Ja, die is genomineerd voor de... Muziek maken, hè? Meedoen. Doet hij ook toch mee in Indiana Jones? Denk ik, hè? Ik ben daar niet zeker. En genomineerd dan ook voor... Ja, ik weet het, maar allee, genomineerd voor een Oscar. Iemand die sneller is als ik. Zoek het op, David. En vind, ik vind John Williams... ik doe daar niks aan af. Ik vind dat, dat is een van de grootste, absoluut. Dat is, die heeft ook mijn jeugd mee gevormd. Met Indiana Jones en met Star Wars en E.T. Dus dat vind ik echt wel. Maar zijn recent werk, voor mij is die eigenlijk met pensioen. Die blijft nog wel voor Steven Spielberg en Amblin Entertainment iets doen. Maar voor mij, ja, die mens is in de 90. Het is goed geweest. Ik zou hem wel eens live willen zien, maar nieuw werk hoeft hij van mij niet per se mee te maken. Indiana Jones heeft 1 Oscar-nominatie. En als mijn trage telefoon dat hier gaat laten zien voor wat dat is, ja, dat moet al voor muziek zijn. De beste bijrol van John Williams, hè, ja. John Williams, inderdaad. Ah, nee. Maar dat was bijvoorbeeld met de Fablemans, was hij volgens mij ook genomineerd. Hè? Terwijl ja. Ik dat ook een... Ja, ik vond dat geen goede score, sorry. Ja, oké. Dat mag. Het belongs in een museum. So do you. Nu, de muziek van Dune. Ik hoorde op een gegeven moment in Dune Part 1 ook een doedelzak. Ik weet niet of je die scène nog herinnert. Ja. House Atreides komt aan op Arrakis. Hey, coole scène, vind ik persoonlijk. Nu... Daar stapt een doedelzakspeler, een doedelzakman, ik weet niet, heeft hij een bepaalde term, die stapt dan af het schip. Een blas, die begint alleen solo te spelen. Maar dat is dus geen een doedelzak dat je hoort. Dat is iemand op zijn gitaar die dat perfect kan nadoen. En wanneer dat dan die anderen in koor mee beginnen doen, die doedelzakken, dan is het wel doedelzakmuziek. Dus Hans Zimmer zei daar ook over, van ja, kijk... Ik heb specifiek voor doedelzak gekozen en om daar iets speciaals mee te doen. Omdat dat is overal ter wereld bekend. Wij associëren dat met Schotland. Maar eigenlijk overal waar een geit is en een beetje hout is, daar is een doedelzak in die okay. cultuur. En dan hebben we ook nog een laatste fragment dat voor mij Dune mee bepaalt. Dat is de stem van Loire Cotler, als ik dat goed uitspreek. Een soort van ja, ancient lamentation music à la Wonder Woman, David. Het is een soort van ja, Amazone die roept doorheen de tijd in de ruimte. Zij is een experimentele zangeres. En deze soundtrack is voor haar het dichtste dat zij bij mainstream muziek komt. Het is echt super experimenteel. Die je zo gaat zien in een of cultureel centrum, waar dan 5 man in de zaal zit. Maar ik vind wel dat deze soundtrack doet dat wel heel goed. Dus dat is Paul's Dream. En ik vind dat een absolute ontdekking wel, die haar stem. Ik ga niet naar een concert van haar, wegens experimenteel. Maar de track die nu Smit gaat volgen, vind ik echt een absolute ontdekking. Onze Hansi, die weet ze echt wel uit te kiezen op dat vlak. Is dat ook die van Wonder Woman? Dat weet ik niet van buiten, maar ik denk het niet. Ja, we gaan eens ik ben daar niet zo wild van een ancient lamentation music. Lisa Gerrard in Gladiator. Wonder Woman ook nee, niet. Nee, maar... ook niet. Lisa Gerrard in Gladiator wel, maar dat is ook niet hetzelfde natuurlijk. Nee, het is niet zij in Wonder Woman. Maar inderdaad. Het zij heeft enkel nog maar Dune gedaan en Dark Phoenix. Zo'n X-Men film.
Ja, nu, de soundtrack op vinyl van Dune, zowel van part 1 als part 2, is zeer schaars en zeer duur. Dus dat zal er jammer nog niet in zitten. Dus we gaan het moeten doen met de digitale versies. Ik zou voorstellen, doe zoals ons en laat u gewoon meevoeren naar de zandgronden van Arrakis. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air.